Van die drukkie. Ja. Willem, je mag je even omdraaien. Ja. Nou, Willem Kers, een tattoo achterop jouw rug. Ja. Ik heb begrepen, sinds jij die tattoo recent hebt laten plaatsen, gaat het slecht met de Eagles. Hoe kan dat nou? Ja, ik zou het niet durven zeggen, maar het aankoopbeleid van meneer Bekking, nou, dat slaat alle wonden en geen goede spelers. Nee, Oké, maar meneer Bekking is weg, de trainer is nu weg. Ja. Wat moet er nu gebeuren? Ja, een nieuwe trainer en misschien een paar nieuwe spelers. Ja, en welke trainer? Misschien Paul Bosveld, noem maar op. Er zijn meerdere gegadigden voor deze positie, maar Paul Bosveld zou ik wel een hele goeie vinden. Ja, en waarom Paul Bosveld? Nou, die man die weet, die heeft ook verstand van zaken. Hij heeft bij Feyenoord gevoetbald, heeft hier bij Kwet. Hij is streekgebonden, dus ik zou hem wel graag hier op deze plek zien. Ja, en misschien kan hij de passie brengen die nu eigenlijk ontbreekt, de ziel in het elftal. Precies, dat dacht ik wel, ja. Het is toch wat, dan heb je een levensgrote tattoo op je rug en dan zakt de club volledig het moeras in. Maar ik laat het niet vallen. Dus dat is mijn eindconclusie. En die tattoo blijft? Ja, die blijft. Mag ik hem nog een keer zien? Ja.